Klaar voor de start van de 350 kubieke centimeter klasse. Anton Mang, die op het ogenblik het leiderschap heeft, heeft in die 350 klasse. MacGregor, Jean-Pierre Baldé en Patrick Fernandez. En daar vlak achter Peter Looijenstein en Mars Schouten. Op de tweede startrij twee van de drie Nederlanders. Daarnaast staat in de vierde startrij ook nog Rini van Kasteren. De ontbrekende man in dit geheel is John Ekerold, de regerend wereldkampioen, die in Raalte van zijn fiets viel, een gebroken voet overhield en het eigenlijk verder kan vergeten met nog twee races na deze. En Mars Schouten is als snelste man weg. Hij gaat voorop voor MacGregor en daarachter Patrick Fernandez. En dan voor de rest van het veld in deze klasse. Terwijl we ook één achterblijver signaleren. Mars Schouten zit nog steeds op kop met vlak na zich Thierry Espier. Carlos Lovato is de man die de eerste ronde als eerste doorkomt. Dan Mars Schouten, dan Anton Mang. Dan daarachter met nummer 19 Graham MacGregor. Dan Jeffrey Sale. En als zesde met nummer 3 Jean-François Baldé. En ook een valpartij op de baan. Maar u ziet zowel coureur als motor worden verwijderd, terwijl daar natuurlijk een grote olieplek blijft liggen. U ziet dat hier nogmaals gebeuren. Op kop ziet u Lavado, die is al door. En daarachter dan het duel tussen Mars Schouten en de man met nummer 2, Anton Mang. Terwijl daar achterin dan de valpartij plaatsvindt waarbij twee coureurs betrokken zijn. We zijn terug bij Anton Mang, bezig aan zijn 13e ronde. En op afstand. Lavado zit erachter en dan dit groepje van drie man. Met Patrick Fernandez die hier probeert voorbij, en dat lukt hem ook, hij probeert voorbij Graham MacGregor te komen. Dat lukt hem, heeft de derde plaats ingenomen. Op de vierde plaats dan Graham MacGregor, en die heeft kennelijk wat problemen, want ook Baldé lijkt hem nu voorbij te gaan. Baldé die in Buenos Aires de eerste plaats haalde in de Grand Prix in de 250 klasse. Zag even het voorwiel van Graham MacGregor omhoog gaan. En u zag Baldé nu voorbij MacGregor gaan. 3 dus Fernandez, 4 Baldé en 5 MacGregor. Mang die ook op weg is om voor de finish nog te proberen een achterblijver in te halen. En die achterblijver is met nummer 30, Mladen Tomic, een Joegoslaaf. En die maakt het hem eigenlijk, maakt het hem niet lastig. Hij geeft voorrang aan Mang, die de laatste honderden meters aflegt in deze 350 kubieke centimeter klasse. Een formidabele race gereden heeft. Even Lavado voor zich heeft moeten dulden, om precies te zijn twee ronden. En daarna heeft hij de kop niet meer afgestaan, 14 ronden lang. Gewoon de kop houden onder het luid toejuichen van het publiek. Heel knap van deze man die zoals gezegd ook in de 250 klasse het klassement aanvoert. En op weg lijkt naar een dubbel wereldkampioenschap 81. Dit is Frans Vos die gaat aflachen. En nu klaar staat om dan de laatste bocht, de timmerbocht in te zien gaan. En dan richting finish. Mang wordt als eerste afgevlacht. En hier de eindstand na deze
350 kubieke centimeter klasse. Mang voert het klassement aan met 73 punten. Ekeroot is tweede met 52 punten. Reed niet mee en heeft nog slechts 2 Grand Prix om te proberen iets aan die achterstand te doen. En dat oogt als te veel. Derde, Patrick Fennon met 43 punten.